Meneer, hoeveel Star Wars films heeft u gezien? Er zijn er 6, dacht ik. Hè? Ik heb ze allemaal gezien in ieder geval. Ja, sinds gisteren 7 zelfs. Ja, die heb ik nog niet gezien. Weet je wel dat er net een nieuwe uit is? Ja, dat weet ik. Leuke poppetjes. Weet je hoeveel er zijn? 9 of zo. Toch? Zoiets. 8. Luke Skywalker? Ja, hè? Voor mij wel. Ik heb totaal geen interesse in dat soort films, man. Als ik eerlijk ben. Dat stok is volgens mij een lightsaber. Dat is toch? Darth Vader? Dat is er nog één. En dat was het. Even kijken hoor. Dat is een lastige. Het is een sprookje en het loopt ook door elkaar heen. Het is gewoon de combinatie van fantasie en een beetje spanning. En wat spektakel, wat ik gewoon leuk vind in die film. Ik heb dat wel gehoord, maar ik heb het niet gezien. Stiekem wel van plan om te gaan? Of? Nee. Met die helemaal donker gekleed, ik weet niet hoe die man heet. Helemaal donker met die rode lichtzwaard of zo. Hoe heet dat ook weer? Dark Vader of zo? Juist, hij. Ik heb ze allemaal gezien, waarom de nieuwe niet? En wanneer gaat u de nieuwe bekijken? Als je op DVD uitkomt. Obi-Wan Kenobi, is dat er een? Is dat niet al goed? Volgens mij wel. Ja, er is net een nieuwe uit, gisteren uitgekomen. Ja. Heb je dat gehoord? Dat heb ik gehoord, ja. Nou, Luke Skywalker is natuurlijk van het eerste uur en dat is een bijzonder karakter, ja. Daar is het een beetje mee begonnen allemaal, hè? Dus die blijft me wel bij. En Ford Harrison, gewoon als acteur, die is daar ooit opgegroeid en begonnen. En is een hele grote acteur geworden. Vind ik ook wel een bijzondere. En ik begrijp dat hij ook weer terugkomt in de nieuwe film. Ga je daar wel naartoe? Nee, ik niet. En waarom niet? Het is niet mijn ding. Ik wou hoe ze er een beetje uitzien. Alleen, ja, het is gewoon niet helemaal mijn ding.